Ik zou hem over je kop gieten. Tom heen. De poes van Estrella. Ja. Dag 18. Op de tweede rustdag van de Tour is het bij de Kunning Quickstep de gewoonte om te trakteren met mosselen. Dus we zijn daar naartoe geweest. Maar we hebben die heel snel moeten binnensmikkelen, want ik had nog iets goed te maken. Mag ik een colaatje? Mag ik een cola aan? Hier. Want je wilde eigenlijk zelf doordrijden dat zij godverstommen? Wist je dat? Maar ik was niet echt kwaad. Dat is een ambetante moment. De top kwam weer op, godverdomme. Tuurlijk. Hoe heb je de rit van gisteren beleefd? Het ging goed. Ja, de klimmersbenen zijn er eindelijk een beetje, dus... Jij stond er daar op de voorlaatste klim als in een pipo die mij geen cola wou geven. Ik wou je wel een cola geven, maar Jens, Keukelaar was zodanig aan het babbelen... Ik trok je hand weg, jong. Maar ik heb, om het goed te maken... Voilà, zie. Nog eentje. Zijn de plooien nu glad gestreken? Ja, dat is goed. Je hebt in levende lijf ondervonden dat drank aangeven naar renners niet mijn grootste specialiteit is. Hoe kan ik daar nog in verbeteren? Ik loop hier wat van juist rond. Misschien moet je dan een keer wat testen op training. Gaan jullie nu gaan trainen? Nee, we zijn alweer te trainen. Ja, lap. Dat zal niet meer voor vandaag zijn. Misschien voor een volgend rondje. Pak bingbank of zo. Oké, we gaan dat afspreken. Alles bijgelegd, maar toen ik vroeg of hij mij ooit nog een blikje cola zou willen aangeven, was het antwoord... Ik zou hem over je kop gieten. Oké. Het hoogtepunt van de Tour was dan op dag 19, want toen gingen we naar Michel en José. En we zijn al fan van hen, en dan leerden we ze echt kennen. Ik ga even weg. Wat is dat, Jan? De dag na de rustdag. Nu, hier. Parijs is nog ver. Ah, kijk hier. Prachtig. Schitterend. Jezamo. Ik ging beginnen met hoe gaat het, maar... Redelijk goed, zeker? Zeer goed. Ik heb koffie, ik heb cola, zelfs minder dan light. Straks komt er nog een broodje. Met nu toch al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 keer naar elkaar. Tom heen! Goed zo. Hoe vullen jullie elkaar aan? Blind eigenlijk. Ik benoem de dingen en Julien. Japol. José verklaart ze. Wel, stel dat er nu dat er in een jaar geen tour zou zijn. Wat zouden jullie nu aan het doen zijn in juli? Nu mijn tomaten aan het water geven. Ik zou nu achter mijn vrouw aanlopen in de Deleuze, want daar hebben ze airco. En ik zou dan dingen in het mandje leggen waar zij niet aan denkt. Worst, chips, gin, noem maar op. Zijn jullie vrienden ook, naast collega's? Dat zal wel zijn. Wij gaan elk jaar met vakantie naar zee. Nee, dat is niet waar. Ik denk dat dat juist niet moet, want dan wordt het juist te... Wat niet wegneemt, dat we samen al vaak met vakantie geweest zijn in het De Pannen van Paulien. Ja. La mer. Le long des golfes clairs. Zing de keer van luisteren. Nee. Dat hebben we ook. La Estrella. De poes van Estrella, ja. Die moeten we nog terug hebben. Ja. Want die is buiten gezet over het balkon. Dat is waar wij mee bezig zijn, om elkaar zo wat op te fokken richting uitzending. Die twee hebben ons nu zoveel energie gegeven die we goed kunnen gebruiken, want José... Parijs is nog ver. Thank you.